We beginnen met de trainer Fons Groenendijk. Hij blijft ook na dit seizoen trainer van FC Den Bosch. Den Bosch heeft dat contract met Groenendijk met 1 jaar verlengd tot het einde van volgend seizoen. Groenendijk staat sinds het begin van dit seizoen aan het roer bij FC Den Bosch. De club staat 11e in de Jupiler League, maar is wel koploper gelijke spelen. Al 13 keer eindigde een duel in een gelijke stand.